Onze stelling is de stoplicht op het kruispunt van de N196 en Ophelia moeten anders worden afgesteld. Wat vindt u daarvan? Ik vind dat het helemaal terecht is en het moet ook heel snel gaan gebeuren. Want als wij hier 's morgens ook staan, wij zien het echt met onze eigen ogen gebeuren. De mensen die krijgen de kans niet om gewoon normaal over te steken. Voordat ze het weten staat hij alweer op rood. Mensen met rollators die kunnen niet normaal oversteken. Ja, en het is gewoon een heel gevaarlijk kruispunt hier. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het is veel te kort op elkaar en het is een onoverzichtelijk kruispunt. En waarom is het onoverzichtelijk? Vanwege de vele bossen, bomen, wat er staat, wat niet goed wordt bijgehouden. Zit hier ook wel eens auto's door rood rijden? Heel vaak. Heel vaak. En bij de Menzinglaan heb je een stoplicht. Die staat dan op groen en dan springt deze op rood. En dan hebben ze een veel te korte remweg, vooral vrachtwagens, om op tijd te kunnen stoppen. En dan gaan deze al op groen. Ja. Ik? Zelf? Nee, ik zal niet. Door het stoplicht. Daar rijden de mensen rijden wel door het rode stoplicht heen. Dat zie je nog wel eens. Lopen en fietsers. Ik zeg het wel eens wat van, maar dat geef je toch niks. Als de stoplichten anders worden afgesteld, is het probleem dan volgens u opgelost? Ik denk een groot probleem wel, ja. Ja, we hebben natuurlijk meer tijd om er doorheen te komen. Laten we het hopen. Laten we het hopen. De mensen krijgen wel sowieso, de oudere mensen met een rollator of met kinderen of met een fiets, die krijgen wel meer de tijd om het stoplicht gewoon over te steken. En ik denk dat de vrachtwagens die vanaf de veiling aankomen, dat die toch meer de gelegenheid krijgen om op tijd af te kunnen remmen, ook omdat het stoplicht gewoon niet goed staat. Rijdt u jezelf ook eens dooruit? Nee, vindt hij gevaarlijk. Nee, ik wacht een aantal seconden voordat ik oversteek. En ik kijk eerst goed naar links en eerst naar rechts. Want het is mij al te vaak gebeurd sinds ik hier met mijn bedrijf zit, dat er al zo vaak een ongeluk gebeurd is. Dus ik kijk echt altijd, ik wacht eerst en dan kijk ik goed naar links en rechts en dan steek ik over.